Ja, wordt het nou app-ongeluk, crypto-koorts, misschien wel fipronil-ei of MeToo-verhaal of regenboogtaal? De stemming voor het Nederlandse woord van het jaar is weer begonnen. De makers van het Vandalen woordenboek hebben de shortlist bekendgemaakt van woorden die in aanmerking komen voor die titel. De titel Vandalen, woord van het jaar 2017. En Ronald Snijders en Wim Daniels, we hebben jullie allebei gevraagd om een beetje door die lijst te gaan. Wat is jou opgevallen, Wim? Dat het allemaal samenstellingen zijn, dus in feite geen nieuwe woorden. Ze bestaan allemaal uit delen die al bestaan, die woorden. Dat is wel iets wat opvalt in de taal. Wij krijgen heel weinig echt nieuwe woorden in onze talen bij. Swaffelen in 2008 was nog echt zo'n woordje. En toen ik vandaag trouwens swaffelen opzocht, ja, want ik wilde weten wanneer was dat het woord van het jaar, 2008, kwam ik erachter dat in Vandalen ook de vrouwelijke tegenhanger daarvan staat, die ik helemaal niet ken, titelen. Titelen? Ja. Serieus? Dus swaffelen is een man die gaat met zijn geslachtsdeel ergens tegenaan staan te klappen. Ja. En titel is dan met de borsten tegen iemand of iets aangaan staan. Dat valt trouwens wel op, hè, want dat vond ik in Vandalen heel mooi. Je hebt ook lulletje rozenwater. Ja. Heeft ook een vrouwelijke tegenhanger die vrijwel niemand kent. Tepeltje taptemelk. En wat is allemaal nieuw? Ja. Wat is ondertitelen dan eigenlijk? Ondertitelen, dat weet ik niet. Ja, 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 ja. Wat is jou opgevallen? Ja, dat wordt wel heel Wat is jou zoal opgevallen? Nou, ik vind het mooi. Ik miste natuurlijk wel weer een paar. Klimaatpauper vind ik een mooi woord. Ik kende dat woord eigenlijk niet. Ik kende de meeste woorden ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar wat is het, klimaatpauper? Klimaatpauper, dat is dat je arm bent. En dat je dus niet alle accijns die vanwege de klimaatverandering op je energierekening komen, dat je die niet kan betalen. Zeg. Dus daarom ben je een klimaatpauper. Juist. Dat klinkt een beetje gek. Okay. Er waren rare woorden bij. Ik heb bijvoorbeeld MeToo-verhaal staat er dan bij. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat MeToo-verhaal is een samenstelling ook weer. Het is niet zo'n mooi woord eigenlijk. Nee, dat woordje verhaal, of dat woord verhaal hadden ze af moeten laten. MeToo, dat is voldoende. Ja, en door het MeToo-verhaal worden veel mannen ten val gebracht. Eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik dacht, misschien moeten we daar MeToo-val van maken. MeToo-val. MeToo-val. Ja. Is dat niet dan misschien een veel mooier woord dan een MeToo-verhaal? Ja, ik geloof dat je ze nog kan inzetten. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dit is allemaal een soort shortlist die ze gemaakt hebben. Ja, nee, ik kan niet meer eens onderwerpen. Nee. Ik miste de bordessluipers. Die zijn van onze vice-premier natuurlijk. Ja, dat ik begin nu een beeld voor ogen te krijgen. Ja. 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 En het woord dat echt volkomen ten onrechte ontbreekt is het Trump-woord koffieve. Ja. Dat had er zeker bij moeten staan. Als wij later Trump herinneren, als we hem überhaupt herinneren, dan zal dat zijn vanwege koffieve. Wat heeft die man gedaan? Koffieve. Ja. Niets. Niemand weet wat het is. Koffieve had erbij moeten staan. Zeker. Ik heb een heel lijstje met woorden, want ik moet je eerlijk zeggen, er zijn veel woorden waarvan ik niet eens wist wat het was. Bijvoorbeeld een fidget spinner. Weet jullie wat dat is? Ja. Basisschool. Ja, oh ja, basisschool weten. Het zijn die dingen die zo heel hard ronden. Jullie weten dat natuurlijk allemaal. Wat is een pixelrelatie? Een pixelrelatie? Ja. Computerverslaving? Nee, het is een liefdesrelatie die je alleen via het internet onderhoudt. Ja. Nou, hebben wij... Ja. Wat is een blowvis? Een blowvis. Pas deze even aan Jan. Dat is allemaal in de jongere taal, hè? Iemand die veel bloot en vaak stoned is. De Abu Selfie. Ja, die heb ik gezien. Dat vond ik wel leuk. Ja? Per ongeluk een selfie maken. Ja. Dat zijn subcategorieën die er ook zijn bij die 10 woorden die je net liet zien. Hè? Ja, wat is breinblubber? Breinblubber dat je het op een gegeven moment niet meer weet. Naar aanleiding daarvan kwam er overigens vandaag in het Parool nog wel weer een nieuw woord naar voren. In plaats van MeToo, SheToo. Omdat heel veel mensen die het niet meer weten, uiteindelijk op latere leeftijd ook aankomen met... Ja, maar ik heb ook een heel nare ervaring gehad. Dat was een mooi verhaal in het Parool van vanavond, SheToo. Mensen die het niet meer kunnen zeggen vanwege breinblubber, dat die ook een traumatische ervaring kunnen hebben gehad. Ja, en dat zou ook spijtseks kunnen zijn. Dan ga ik even naar Ronald. Spijtseks, dat is wat ik altijd heb met mijn vrouw. Mijn vrouw voelt dat dan altijd, in ieder geval altijd zo. Dus dat is... Ja, het is seks waar men achteraf spijt van heeft. Je zou ook zeggen dat dan seksspijt is eigenlijk, of niet? Seksspijt. Dat vind ik dan weer... Dat je een beetje... een soort geile spijt is dat. Seksspijt. Je kan hem ook omdraaien, dat je seks hebt omdat je spijt hebt ergens. Er staat meer een seksspijt op tante, dus dat is weer een ander woord, ja. Ja. Wat is een kruimelpensioen?
Dat is wat die mensen van het lager onderwijs in feite nu al... Het opbouwen zijn. Wat is de GAFA-belasting? De? GAFA-belasting. Dat is Google. Waar staat die A voor? Ja, Apple. Ja, Apple. Facebook, ja, et cetera. Je hebt hem heel goed. Oh. Er zijn ook een paar van die politieke woorden. Dus dan komen we toch even bij de minister. De stemsiesta. Ja, dat is als iemand... In bijvoorbeeld in zijn pauze gaat stemmen en daar heel erg lang over gaat doen. Ja, dat is hem. Ja. Of een zanger die... strak plan, dat mag in maart weer. Ja. Of een zanger die zijn stem kwijt is. Ik heb even stemsiesta. Dat zou ook kunnen. Dat kan ook. Ja, dat zou ook kunnen. Dan hebben we nog de terreurswalbe. Terreurswalbe. Uitspraak betoog van een politicus die draagvlak probeert te creëren voor draconische antiterreurmaatregelen door te benadrukken dat het terreurrisico toeneemt wanneer deze maatregelen niet zouden worden getroffen. Wat is jouw favoriete woord? Ik vind regenboogtaal niet spectaculair als woord, maar wat ervoor staat, dat vind ik heel erg mooi. Dat er mensen zijn die tussen man en vrouw inzitten, die zich tussen man en vrouw invoelen zitten en dat die daar ook bij horen, dat we die ook moeten benoemen zoals zij zich voelen. En dat vind ik heel erg goed. Is dat ook genderneutraal dan kunnen zijn? Zou genderneutraal kunnen zijn? Ja. Ik vind eigenlijk dat die hele Pieten-discussie, die zou ook gewoon eigenlijk in de regenboogtaal moeten worden gevoerd. Hè? Dan heb je eigenlijk, het wordt al wat minder zwart-wit. Ik begrijp het. Wat is voor jullie eigenlijk een lekker woord? Als je... PO in actie-effect is wel het woord van 2017 wat ons betreft. Ja, het is wel belangrijk hoe je dat dan gaat spellen. Want als je nu zeg je PO, maar dat spel je als PO. Ja. En dat is toch wel weer heel anders. In het Engels in actie-effect. Dat... Ik ben wel heel benieuwd wat een lokhipster is. Ja, ik zag hem ook zijn. Een rockhipster. Een lokhipster. Een lokhipster is iemand die dus een hipster is. Die zet je ergens neer bij een bedrijf of bij een café. Ja. Met de bedoeling daarmee andere mensen daar naartoe te lokken. Om dat bedrijf hip te maken, die buurt hip te maken of dat café hip te maken. En dat gebeurt ook. Ja, en je hebt in Van Dalen heb je momenteel ongeveer 15 van dat soort lokwoorden. Lokoma staat al in Van Dalen. Lokhoer staat in Van Dalen. Lokfiets, loktruck, lokauto. En lokhipster. Een lokterrorist. Lokjood. Staat er zelfs in. Dus dat is een agent die zich uitdost als een Jood om te kijken of mensen hem of haar onheus... En motorbendelid. Dat staat er dan weer niet in. Nee, ook, maar dat is wel actueel, toch? Lok Jeroen Pauw. Ja? Dat is gewoon, ben jij dat? Dan gaat een Lok Jeroen Pauw gaat daar zitten, net zolang tot jij komt. Daar is hij. Dan kun je beginnen. Ja. Maar goed, als het zo goed zou werken, dan zou je dus allerlei lokkers op plekken kunnen zetten waar jij zelf niet bent. En dan heb je een hipstervrije omgeving bijvoorbeeld. Dat moet daar kunnen. Kunnen we daar nog een woord voor bedenken dat nog in Van Dalen kan? Ja. Wat is bieryoga, vroeg ik mij nog af. Dat zie ik hier staan. Weten jullie dat? Bieryoga? Ja, dat weet ik. Wijnyoga heb ik gezien, dus het zal hetzelfde zijn. Dan doe je yoga oefeningen met een fles in je hand, waarbij je dus iedere keer beloond wordt met een slokje. Dat duurt nooit lang. Je hebt ook de Merkel-lego, dat zag ik er ook tussen staan. Merkel-lego. Ja. En dat is nu, ze hebben van die betonblokken neergezet bij die kerstmarkt. Hè? Dat noemen ze dan Merkel-lego, zodat er geen terroristen duiken. Ja, ik begrijp hem. En in Nederland hebben we ook een variant daarvoor. Ja. Dat is Rutte-duplo. Ja, dat is, die zet de kerstmarkten af met echt speelgoed. Ja. Wat moet natuurlijk wel een kinderfeestje blijven. Juist. Tot slot nog even een heel snel rondje. Wat moet volgens jullie het woord worden wat er in ieder geval bij moet komen? Jij zegt de regenboogtaal, Wim. Ja, ik hoorde vandaag nog iemand uit Helmond die zei laadpaalklever. Mensen die te lang aan een laadpaal blijven staan. Ja. Laadpaalklever, vind ik een mooi woord. Ja. Luchtelingen. Luchtelingen. Luchtelingen, dat zijn vluchtelingen die hun vee hebben moeten achterlaten. Ik snap hem. Oh. Ik zou de Abu Selfie wel naar de hoofdlijst hebben. De Abu Selfie naar de hoofdlijst. Dat vind ik ook mooi. En mijn app-ongeluk? App-ongeluk ook. Ja, daar hebben we het van de week nog over gehad hier aan tafel. Daar is reden voor om die erin te zetten ook. Ja, lokhipster. Die zet ik dan bij een school neer, zodat er meer mensen die school gaan binnenkomen. Ja, ik sluit gewoon bij Thijs aan. Dat is altijd makkelijk. Samen sterk. PO in actie ook gewoon het woord van het jaar.
Nou, gaan wel voor de Merkel Lego. Dat vind ik zo mooi gevonden. Mooi. Het publiek kan vanaf vandaag stemmen. Dat bent u dus. Via de website www.woordvanhetjaar.vandalen.nl. En stemmen kan tot en met 18 december. Dank jullie allemaal. Leuk. Ja.